Ik ben Harmke Nijhoff en ik schilder hier al, nou ik denk een jaar of 10, de wapens voor de nieuwe leden van de broederschap. En dat vind ik een hele eer om te doen. De wapens van de eerste leden van de broederschap, die staan hier in dit boek. Dus wapenboek 1, er zijn 3 wapenboeken. Ik ben in wapenboek 3 natuurlijk bezig. Dit boek stamt niet direct uit de 14e eeuw, maar begin 18e eeuw. Maar er staan wel alle wapens in, geschilderd met de namen van de leden. En wat natuurlijk heel leuk is, is dat Jeroen Bos erin staat. Alleen Jeroen Bos heeft helaas geen eigen wapen, dus dat is een beetje teleurstellend als je hierin kijkt. Het is gewoon alleen een wapenbord, een leeg vlak. Maar goed, het is natuurlijk toch een heel erg leuk idee. En moet je kijken hoe dat geschilderd is. Ja, ik vind die wapens vind ik helemaal geweldig. En zeker die vroege wapens. Omdat ze zo... Ja, ze zijn wat naïef geschilderd. Ik vind ze enorm aandoenlijk, moet ik zeggen. Het zijn allemaal hele kleine miniatuurschilderijtjes. Hier hebben we het wapen trouwens van Willem van Nassau, prins van Oranje. Moet je zien hoe dat geschilderd is. Wel heel leuk gedaan. Eigenlijk ook een beetje primitiever. En als je tegenwoordig, leden van het Koninklijk Huis zijn nog steeds lid, die hebben een hele bladzij voor zich alleen. Ik wacht altijd nog tot Maxima lid wordt of zo. Willem-Alexander is al lid, zijn moeder is lid. Dat zijn ook de echte zwanenbroeders, dat zijn ook degenen die de echte titel zwanenbroeder mogen dragen. Willem-Alexander, zie je? Een hele bladzijde voor zich alleen. Het is natuurlijk ook wel spannend om te doen. Je moet het wel in één keer goed doen. Hè? Dat is dan weer wel, maar ach. Ik zet 9, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ik heb nu 33 wapens geschilderd. En dit jaar komen er 6 nieuwe leden bij.